Hi, goedemorgen. Welkom bij een nieuw videootje op mijn kanaal. Dit wordt een korte, maar welkom of welkom terug als je... Welkom als je nieuw bent en welkom terug als je al eerder hier bent geweest. Dankjewel. Wat heb ik nieuw geprobeerd in april? Ja, dat was eigenlijk niet zoveel, hè? Dat was eigenlijk alleen de Kylie-spullen. De matte oogschaduw, de liquid oogschaduw, ja, vind ik heel leuk van Kylie. Echt een aanrader. De mascara, ik heb een minietje gekocht. Dit is de Kylash. Ja, vond ik een fijne mascara. Het doet heel mooi separeren. Dan heb ik, wat is dit? Dit is de bronzer. Ja, en wat kan ik hierover zeggen? En ik heb de blush. Even kijken hoor. Wacht even. Ik doe even mijn bril op. Ik heb de bronzer in de kleur 100 Kaki. En ik heb de blush in 334 Pink Power. Ja, weet je, wat kan ik over zeggen? Het is een bronzer en een blush. Het is prima. Is het iets heel erg bijzonders? Nee. Maar het is prima. Ja. Ik gebruik het graag. Ja, ja, het is gewoon zeker niet slecht. Het enige waar ik heel erg gek op was, is de lip kit. Het lippenpotlood en de liquid lipstick. En volgens mij heb ik de kleur Bear. Nou, dus het staat in ieder geval nergens op. Ja. 700 Bear. Ja, die... Ja, ja, ja. Die vind ik heel fijn. Die vind ik echt, echt, echt oprecht heel fijn. En dat was hem eigenlijk. Meer heb ik gewoon niet geprobeerd in april. Denk ik. Ja, dus sorry voor het korte filmpje, maar ja, dit was hem. De Kylie producten zijn geprobeerd in april en die waren naar tevredenheid hoor. Het is niet dat je denkt, oh mind blowing. Maar het waren echt prima, ja. Ik zou niet zeggen, importeer ze niet uit Amerika. Want met invoerrechten en zo kost allemaal te veel geld. Ik heb ze gekocht bij Sephora UK. Nee, dat is ook niet waar. Ik heb dit gewoon besteld bij Douglas. Ja, dat is wel waar. Ik heb dit gewoon besteld bij Douglas. Want daar kun je het gewoon bestellen. En daar hebben ze misschien niet altijd het hele assortiment. Ze hebben wel, al heb ik gezien, de basisproducten. De foundation, de poeder en de concealer bij Douglas. Maar weet ik nog niet. Maar ga gewoon lekker bij Douglas kijken. En laat me weten wat je ervan vindt. En wat je zelf geprobeerd hebt. En wat jouw favorieten zijn. Wil ik je bedanken voor het kijken. Dit was een heel korte video. Maar ja, soms is het niet anders. En dan zie ik jullie graag bij de volgende.